Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Beste broeders en zusters, we staan nu hier voor Masjid Taiba. Vandaag is de vijfde dag, ook de vijfde Tarawih. Ik heb hier een paar jongens hier staan die een aantal vragen gaan beantwoorden. Met betrekking tot de maand Ramadan. Assalamu alaikum jongens. Waalaikumsalam. Hoe gaat het? Alhamdulillah. Ja? Hoe gaat het met het vasten? Goed. Is het zwaar? Nee. Nee? Vertel eens, wat doe je de hele dag? Ik zit op de bank soms en dan ga ik tv kijken en soms slaap ik wanneer ik moe ben. Dus je gaat geen Koran lezen of iets dergelijks? Ja, soms lees ik Koran. Oké. En ik ga naar toe. Ja? Heb je geen dorst in de middag? Nee. Helemaal geen last? Nee. Zeker weten? Ja. Oké. En jij? Ja, ik vind dit jaar wel makkelijker, ook al zijn het lange dagen. Maar ik probeer mijn tijd gewoon nuttig te besteden, want het is een heilige maand. En het is ook goed voor je organen, want ze krijgen een beetje rust. Wat kan ik vertellen is, hoe besteed jij je dag? En hoe zeg je dat het nuttig is voor jou? Vertel. Okay. Voor in de ochtend dat je mag eten bij Seri. Nadat, dat eet ik gewoon. En daarna lees ik Fajr. Daarna probeer ik te slapen, maar dat lukt niet altijd. Dan doe ik oordopjes in, ga ik naar Koran luisteren, naar Sharif luisteren. En dan probeer ik tot Zohar door te slapen. Dan slaap ik tot Zohar, word ik wakker, dan bid ik. En dan probeer ik steeds de tijd tussen de salat, probeer ik gewoon nuttig te besteden. Oké, subhanallah. Oké, zoals jullie horen geven de jongens elkaar toch nuttige informatie en zijn ze toch heel bewust bezig met het vasten. En je geeft zelf aan dat je na Sahri ga je dan de Fajr lezen en dan als je niet kan slapen, dan luister je naar de Koran. En probeer je zelf ook te lezen tijdens de dag als je aan het vasten bent? Ja. Wat lees je precies daar allemaal? Gewoon, ik ben nu bezig met de Koran en ik probeer het in deze maand af te ronden. Ja? Ja. En je hebt nu vakantie als het goed is of heb je nog school? Ik heb al vakantie. Oké, en bij jou in de klas en ook kinderen die ook aan het vasten zijn? Ja. Er zijn ongeveer een derde van onze klas is wel moslim. En ze zijn het vast. Okay, welke school zit je? SGR. Oké, subhanallah. Goed, ik heb begrepen dat een van jullie een Naat Sharif gaat lezen. Dat zou heel uniek zijn buiten, weet je, in Ramadan. Dus wie van jullie twee is, zeg maar, bereid om een Naat Sharif te presenteren? Of gaan jullie met z'n tweeën doen? Dat kan toch ook? Hou mijn medinetje lang. Prima. Alsjeblieft, hou me vast. En dan mogen jullie samen met z'n tweeën een Naat Sharif presenteren. Subhanallah. Allahu alayka ya Rasulallah. Wassalam alayka ya Habiballah. Phir karam ho gaya main Madine chala. Phir karam ho gaya main Madine chala 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 jhoomta main Madine chala jhoomta main Madine chala mere aqa qadar hoga peshe nazar mere aqa qadar hoga peshe nazar chahiye aur kya main Madine chala chahiye aur kya main Madine chala unke minar par jab padegi nazar unke minar par jab padegi nazar kya surur aayega main Madine chala kya surur aayega main Madine chala sallallahu alayka ya rasul allah wa sallam alayka ya habib allah. Subhanallah, wat een prachtige voordracht van main Madine chala. Jongens, ik wil jullie hartelijk bedanken dat jullie mee hebben gedaan aan het interview. En ga zo door met het vasten. Goed. Hebben jullie zelf nog iets te vertellen aan de kinderen, aan de jongeren die met jullie samen ook vasten?
Jawel, ik heb wel iets te vertellen. Ja? Gisteren, ik was bij Tarawih Namaz hier in Jamia Masjid Taiba. En ik was aan het luisteren naar de preek van Maulana. En ik heb gehoord dat elke sajda die je maakt in Tarawih Namaz is gelijk aan 1500 zegeningen. Dus ik raad iedereen aan om mee te doen met Tarawih Namaz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wauw, shukriya. Heel mooi antwoord en heel mooi wat jij vertelt net. Shukriya. Assalamu alaikum.